De staatsraad is op maandag 14 september 2020 geïnstalleerd. De samenstelling van de staatsraad is een afspiegeling van de politieke partijen vertegenwoordigd in de Nationale Assemblée. Ook vertegenwoordigers van de vakbeweging en werkgeversorganisaties nemen zitting in het hoogste grondwettelijk adviesorgaan van de president. Vandaag staat in het teken van de aanvang van een nieuwe zittingsperiode van de staatsraad. In verband met het verlopen van de vorige zittingsperiode na de afgelopen verkiezingen. Ga je toestemming vragen? Anders ga ik weer wenk krijgen dat ze me niet verstaan. Er is COVID-afstand. Maar onze harten zijn dicht bij elkaar. Dat is belangrijk. Met de nieuwe zittingsperiode van de staatsraad zal de staatsraad ook opnieuw worden bemensd. Op basis van een representatieve vertegenwoordiging van de politieke organisaties, de werknemers en werkgevers. De nieuwe bemensing vindt plaats op basis van de voordrachten die we hebben ontvangen vanuit de in de Nationale Assemblée vertegenwoordigde politieke organisaties, vanuit de vakbonden en vanuit de organisaties van de ondernemers. Allereerst is het goed vast te stellen dat alle fracties in de Nationale Assemblée tenminste één zetel in de staatsraad toebedeeld hebben gekregen. De overige zetels zijn verdeeld op basis van een evenwichtige verdeling gebaseerd op de grootte van de fracties. Daarnaast zijn wij vanzelfsprekend ingenomen met een goede vertegenwoordiging namens de vakbonden, door de Progressieve Werknemersorganisatie en de Organisatie van Samenwerkende Autonome Vakbonden en namens het bedrijfsleven door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten. De staatsraad is het hoogste grondwettelijk adviesorgaan van de president van de Republiek Suriname. De staatsraad is ingesteld bij de grondwet. In de grondwet is de taak van de staatsraad als volgt gedefinieerd. A. Het adviseren van de president bij de uitoefening van zijn ambt als staatshoofd en als hoofd van de regering. B. Het adviseren van de regering over algemene beleidsaangelegenheden en over de inhoud van wetsontwerpen alsmede volkenrechtelijke overeenkomsten waarvan de goedkeuring in de Nationale Assemblée is vereist. C. Het adviseren van de regering over ontwerpwetten en staatsbesluiten. De president van de Republiek Suriname is kwaliteit qua voorzitter van de staatsraad. In die hoedanigheid zal ik zelf regelmatig de staatsraad ook voortzitten en ook participeren. Dat heb ik tot nog toe gedaan. Vandaag hebben we de laatste staatsraadvergadering gehad met de oude staatsraad, waarbij ik de uitgetreden leden ook bedankt heb. In de visie van deze regering vervult de staatsraad een belangrijke functie in ons democratisch bestel in het kader van het bevorderen van een zorgvuldig wetgevingsproces en in het kader van het voeren van behoorlijk bestuur. Uw rol als staatsraad is om ongehinderd door parlementaire invloeden en op basis van uw ervaring, expertise en tegen de achtergrond van de maatschappelijke rol van de verschillende functionele maatschappelijke groeperingen die in de staatsraad zitting hebben, een adviserende functie te vervullen naar in de eerste plaats de president van de Republiek Suriname en in de tweede plaats de regering. Tegen de achtergrond van de rol van de staatsraad wordt van elk lid van de staatsraad dan ook verwacht
dat deze een behoorlijke mate van bestuurlijke en maatschappelijke ervaring heeft. Door de inzichten en bijdragen van de staatsraad in het wetgevingstraject zal het een initiatiefwet of een ontwerpwet verschillende doelen hebben. En uiteraard zal hierbij gekeken moeten worden naar de kwaliteit van de wetgeving die dan verder verbeterd zal moeten worden. We kijken uit naar de legitimiteit van wetgeving dat u als taak heeft om dat te bevorderen. Maar we kijken ook naar het maatschappelijk draagvlak waarbij u met uw inzichten dat verder moet verbreden conform de inzichten ook in de samenleving. De positie van de staatsraad in het wetgevingstraject is ook die van een constitutionele toetsing ex ante. Dus vooraf, de staatsraad heeft een rol om wetten vooraf te toetsen aan de grondwet en van die toetsing advies uit te brengen aan in de eerste instantie, zoals ik eerder zei, de president en daarna ook de regering. Zo draagt de staatsraad bij aan rechtseenheid. Met betrekking tot de adviezen kan er evenwel een spanningsveld ontstaan dat inherent is aan het politieke systeem. Er worden dagelijks en dikwijls vooraf politieke afspraken gemaakt over richting of inhoud van wetsvoorstellen. Een advies van de staatsraad kan dan als overbodig overkomen, want er zijn afspraken gemaakt met politieke partijen over de richting en de inhoud van wetten. Maar uw taak als staatsraad is namelijk op basis van uw inzichten, op basis ook van uw kennis, daar aandacht aan te schenken. Wij van de regering kunnen afspraken hebben gemaakt in coalitieverband. Maar het is uw taak als staatsraad om met uw verantwoordelijkheid ons als regering de juiste inzichten, de juiste adviezen te geven. De regering neemt de inzichten en adviezen van de staatsraad met bijzondere aandacht tot zich. Zeker als het gaat om het wetgevingstraject. Ook al zouden er politieke afspraken zijn gemaakt. Wij kijken uiteindelijk naar gezaghebbende adviezen van de staatsraad die wij ook als regering zullen meenemen. Het is namelijk van eminent belang om binnen een democratisch gelegitimeerd bestuur, en dat staat deze regering voor, steeds een zo breed mogelijk draagvlak voor beleid te zoeken. En dat kan met de inzichten en adviezen van de staatsraad worden bevorderd. Zo kunnen de inzichten en adviezen van de staatsraad ertoe leiden dat politieke afspraken in heroverweging zullen moeten worden genomen. Soms fundamenteel, soms zal het ook een kleine aanpassing kunnen zijn. De adviezen van de staatsraad over de wetsontwerpen worden meegenomen in de parlementaire behandeling in de Nationale Assemblée. We zullen onze parlementariërs oproepen om de adviezen van de staatsraad aandachtig op te nemen. Tegelijkertijd noopt dit ertoe dat u zich diepgaand inhoudelijk met de wetsvoorstellen en vraagstukken zult bezighouden. En dat u adviezen grondig en deugdelijk zal moeten motiveren, met name in verband met de aspecten van de constitutionele toetsing ex ante. En het bevorderen van het maatschappelijk draagvlak van het beleid en bestuur tegen de achtergrond van uw ervaring en expertise. Niet alleen uit het dictum, maar ook in uw motivering van uw adviezen kunnen regering en parlement waardevolle inzichten ontlenen. Die zullen bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en de rechtsstatelijkheid van wetgeving en bestuur. In dit verband geef ik u mee dat het in
overweging genomen kan worden om oordelen en adviezen van de staatsraad naast de schriftelijke vastlegging ook informeel toe te lichten aan de leden van de regering of het parlement. Op die manier kan er beter begrip worden verkregen omtrent de inhoud van de adviezen en kan op basis van adviezen en toelichtingen betere richting worden gegeven. Zo kan de staatsraad een meer prominente rol krijgen in het wetgevingstraject dan nu het geval is. De staatsraad is namelijk een van de hoge colleges van staat. Zoals u weet staat deze regering voor het versterken van de democratische instituties. In dit kader zal de regering er naartoe werken dat de staatsraad haar grondwettelijke positie als een van de hoge colleges van staat in het democratisch proces niet alleen de jure, maar ook de facto zal beleven. Dat begint met het gebruik dat uitsluitend ontwerpwetten werden aangeboden aan de staatsraad ter advisering, om dat thans uit te breiden zodat ook initiatiefwetten vooraf zullen worden aangeboden. En de eerste initiatiefwetten van het parlement zijn reeds aangeboden aan de staatsraad voordat het behandeld werd in het parlement. We zullen ook ervoor waken dat wetsontwerpen achteraf aan de staatsraad worden aangeboden. Artikel 11 van de wet op de staatsraad schrijft expliciet en overigens ook imperatief voor dat de president van de Republiek Suriname de staatsraad hoort omtrent wetsontwerpen die de goedkeuring aan DNA worden aangeboden. Dat betekent dat de advisering door de staatsraad vooraf zal moeten geschieden. Er zijn voorbeelden waarbij het horen van de staatsraad achteraf is geschied. Zeker met betrekking tot initiatiefwetten, maar zeker ook wetgeving die veel discussies hebben gevraagd in de samenleving, zoals de Amnestiewet van 2012. Met dergelijke onwettige handelingen werd in het verleden het democratisch proces en met name het wetgevingstraject ondermijnd en werd de rol van de staatsraad gemarginaliseerd tot afstempelaar. Leden van de staatsraad. Dat zal onder deze regering in ieder geval niet gebeuren. Deze regering staat principieel voor een deugdelijk democratisch proces en wetgevingstraject en heeft juist de behoefte aan waardevolle en nuttige inzichten van de staatsraad om legitimiteit en het democratisch gehalte van het bestuur zoveel mogelijk te bevorderen. In ieder geval, de staatsraad heeft een belangrijke constitutionele functie binnen ons staatsrechtelijk bestel. De staatsraad past binnen een systeem van good governance, behoorlijk bestuur en checks and balances het bevorderen van een evenwichtige balans in het bestuur. En dat systeem, dames en heren, past precies binnen de visie van de regering. Deze regering, deze coalitie staat eenheid in leiderschap, eenheid in bestuur, eenheid in beleid en good governance voor. Een aanpak en beleid dat ertoe moet leiden dat structurele onevenwichtigheden en zwakheden in ons denken en doen langzaam maar zeker hersteld worden. Het versterken van instituties. Het terugbrengen van de glans van de democratie binnen onze rechtsstaat. Volgens de grondwet en de wet staatsraad is de rol van de staatsraad niet alleen beperkt tot het adviseren in het wetgevingstraject. De staatsraad heeft ook de functie om de regering te adviseren over algemene beleidsaangelegenheden. Dat is de voorlichtingsfunctie van de staatsraad. Binnen de voorlichtingsfunctie kan de staatsraad een belangrijke bijdrage leveren aan enerzijds de analyse en anderzijds het meedenken aan oplossingsmodellen voor maatschappelijke vraagstukken. De inzichten van de staatsraad kunnen worden meegenomen in het maken van de keuzes die de regering zal moeten maken. Binnen de visie van deze regering en het kader van het wederom versterken van instituties
waaronder de staatsraad als hoogcollege van staat, zal ook deze voorlichtingsfunctie van de staatsraad moeten worden uitgebreid. De staatsraad zal daarmee weer actief kunnen participeren in het maken van beleid en eraan kunnen bijdragen dat de regering in het maken en uitvoeren van beleid een maatschappelijk breed gedragen koers vaart. Zeker als we kijken naar de uitdagende situatie waarin ons land op dit moment bevindt, zal een buitengewone bijdrage van de staatsraad noodzakelijk zijn. En ik refereer met name naar de COVID-19-pandemie. De financieel-economische crisis waarin we als land verkeren en de enorme toegenomen armoede in de samenleving. Maar naast crisis hebben we ook kansen. Ik refereer naar de nieuwe oliefondsen. Maar deze kansen kunnen zich alleen optimaal materialiseren. En daarmee bedoel ik dat de kansen de nodige opbrengsten zullen opleveren. Die zullen moeten toekomen aan het volk van Suriname. Indien aan de noodzakelijke randvoorwaarden wordt voldaan. Immers heeft de samenleving gekozen voor een regering die internationaal wordt gerespecteerd. Daarmee is aan de belangrijkste randvoorwaarden invulling gegeven. Daarnaast zullen we de rechtsstatelijkheid, de stabiliteit en de zekerheid van de samenleving moeten bevorderen. De staatsraad heeft daarin een belangrijke rol te vervullen. Onze democratische instituties, waaronder zeker de staatsraad, zullen moeten worden versterkt. Alleen dan kunnen wij volledig participeren in het internationaal economisch verkeer. En alleen dan zal de optimale welvaart en welzijn voor het Surinaams volk worden behaald. De regering heeft daarover een heel duidelijke visie. Dames en heren, ik sluit af. Ik kan niet vaak genoeg herhalen dat de kwaliteit van de democratische rechtsstaat niet uitsluitend is gefundeerd op de trias politica. De balans tussen de wetgevende, de bestuurlijke en de rechterlijke macht, maar ook door de kwaliteit van die instituties, waaronder de staatsraad, die met zijn adviezen, inzichten en oordelen de staatsmachten op een legitieme, breed gedragen koers moeten houden met in achtneming van de grondwet en internationale verdragen. De staatsraad is niet zomaar een orgaan, maar beslist één van de belangrijkste borgen van onze democratische rechtsstaat. Ken, leden van de staatsraad, daarom uw verantwoordelijkheden. Het is ook in dit kader dat de wet staatsraad u 3 belangrijke rechten toekent. Ik vraag uw aandacht daarvoor, leden van de staatsraad. Een lid van de staatsraad kan zich het recht tot het uitbrengen van een afzonderlijk met redenen omkleed advies voorbehouden. Indien zijn of haar mening van die meerderheid van de staatsraad afwijkt. Het afwijkend advies moet worden gevoegd bij schriftelijk aan de president uit te brengen advies van de staatsraad. B. De leden van de staatsraad zijn niet gerechtelijk vervolgbaar voor hetgeen zij tijdens een beraadslaging van de staatsraad hebben gezegd of schriftelijk aan de staatsraad hebben overgelegd. C. De leden van de staatsraad nemen een zekere geheimhouding in acht met betrekking tot de beraadslagingen. Deze rechten, leden van de staatsraad, onderstrepen de belangrijke positie van de staatsraad in het democratisch proces. Voorts benadruk ik wederom dat deze regering enerzijds het instituut van de staatsraad zoveel als mogelijk zal versterken binnen onze democratische rechtsorde en anderzijds de staatsraad zowel binnen de wetgevingstrajecten als ook binnen de voorlichtingsfunctie bijzonder actief zal inzetten. Ik feliciteer u met uw benoeming en wens u dan ook alle succes toe in het uitoefenen van uw belangrijke werkzaamheden. Ik heb al eerder bedankt de uitgetreden
staatsraadleden in een andere vergadering in de voormiddag. Maar bij deze wil ik nogmaals de uitgetreden staatsraadleden bedanken voor de bijdrage die zij geleverd hebben bij het leveren van goede adviezen aan de regering. God zegene u. God zegene u met uw familie, die allemaal ook hier aanwezig is. En God zegene ons geliefd Suriname. Dank u wel. Ik ben vandaag geïnstalleerd als staatsraadslid. Hoe belangrijk is de staatsraad binnen het staatsbestel? Nou, de staatsraad is een constitutioneel orgaan. Het is ook een van de organen waar, zoals de president vooraf daarnet gezegd had, dat de wetsvoorstellen, ontwerpwetten, vooraf aan de staatsraad worden aangeboden voordat ze voor goedkeuring aan de Nationale Assemblee worden aangeboden. Vandaar dus dat de staatsraad een belangrijke functie uitoefent. En behalve de wetsontwerpen en staatsbesluiten kan je ook dus de president en de regering kan je van advies voorzien. De staatsraad heeft een belangrijke functie. Het is een constitutioneel orgaan. Mevrouw Maldisaj is directeur geweest van de RGD en ze heeft heel veel ervaring in de medische sector. Kan ik zeggen dat ze zich sterk gaat maken voor de gezondheidssector, ook vanuit de staatsraad? Ik ga me sterk maken voor gezondheidszorg, maar ook voor alle andere wetten die zich aandienen bij de staatsraad ga ik me sterk maken. Nou, ik denk dat halverwege de eerste periode was het leren. Ik heb het heel snel opgepakt en ik verwacht dus dat eindelijk deze nieuwe fase voor mij een andere fase van leren wordt. En los van het feit dat ik eindelijk bepaalde inzichten had, die nu wel zijn meegenomen in deze nieuwe situatie. Want de president is erop teruggekomen. Een van de belangrijke dingen is namelijk dat de president heeft aangekondigd dat hij zoveel als mogelijk bij de vergaderingen, aan de vergaderingen deel zal nemen. Ik zeg erbij dat hij niet bij allemaal moet komen, want je wil wel de ruimte hebben om als raad uitgebreid te kunnen discussiëren zonder rekening te houden met de aanwezigheid van de president. En uiteindelijk moet er een advies gaan naar de president, maar hij hoeft niet per se altijd erbij te zijn. Ik verwacht wel dat er wanneer de brandende issues zijn, dat hij er wel zal zijn. En dat is eigenlijk ondertussen al gebeurd door in de net even fase van die overgang voor deze nieuwe installatie. Wat is de taakstelling van de staatsraad? Nou, de president heeft dat heel erg nadrukkelijk aangegeven en dat staat in die wet. Maar waar het basically op neerkomt is dus advies geven aan de president. We kunnen inderdaad ook wel, niet alleen de president, maar ook de regering adviseren. En dat gaat dan weliswaar via de president. En uiteindelijk moeten we ook, dat is eigenlijk een nieuwe die zeker wordt meegenomen, ook initiatiefwetten vooraf te screenen. En initiatiefwetten, zoals u weet, zijn het wetten die in de DNA zelf worden geïnitieerd. En ze hebben anderszins, hadden ze dus geen behoefte toe om de staatsraad om advies te vragen. Nu is het zo, en dat is ook dat is al gebeurd, dat de president, de huidige president heeft gekozen om dus die initiatiefwetten toch nog naar al eerst naar de staatsraad te sturen alvorens het wordt behandeld in DNA. We weten dat de staatsraad een adviserende rol heeft, maar zijn er specifieke beleidsgebieden dat u aangeeft, daar wil ik me sterk voor maken en daar ga ik extra adviezen uitbrengen? Nou, vanuit de ASFA komende is dat zeker het insteek, waar we dus eigenlijk alle zaken die te maken hebben met ondernemerschap zeker heel erg nauwlettend naar kijken. En we hebben zelfs zaken die we als organisatie zelf initiëren en daar we via de geëigende kanalen door laten schuiven. En dan zijn we dus in de raad om het door te drukken, om eigenlijk een motiverende stem te geven wanneer het aan de orde is bij behandeling in de raad. Dus inderdaad, voor ons is het we hebben maar één boodschap die we brengen, het is de lokale productie. Maar als ik dat zo zeg, moet u begrijpen dat heel veel wetgeving van belang zijn om de private sector te kunnen accommoderen. Dus daarvan dat we heel erg geroepen zijn om binnen de raad zeker deze positie in te vullen. We kunnen zeggen dat de staatsraad van eminent belang is voor het voeren van behoorlijk bestuur? Absoluut. Het staat zo in de wet, het staat zelfs in onze grondwet. Dus niet alleen in de wet op de raad, maar ook in onze grondwet staat het zo heel erg nadrukkelijk genoemd. Ja, inderdaad ga ik nu een nieuwe rol vervullen.
geen onbekend werkterrein voor mij. Ik heb al een termijn staatsraad lidmaatschap gehad. Dus nu ben ik dan weer voorgedragen en benoemd en daarnet geïnstalleerd. De staatsraad is natuurlijk heel belangrijk om voorafgaand aan de totstandkoming van wetten advies uit te brengen aan de president. En ja, in dat kader, ook niet alleen wat wetten betreft, maar ook ten aanzien van beleidsaangelegenheden, zoals de president het zelf heeft aangegeven, is het belangrijk dat al die zaken de staatsraad passeren. En in de staatsraad heb je natuurlijk een mengelmoes van de politieke partijen, politieke inzichten, maar ook nog het bedrijfsleven en de vakvereniging, die allemaal vertegenwoordigd zijn, waardoor je van meerdere invalshoeken de adviezen kan binnenkrijgen voor de president. Dus het is heel belangrijk. Het is een heel belangrijk orgaan, adviserend orgaan, naar de leiding van het land toe. Maar in tweede instantie ook naar de regering, de ministers. Het gaat om het gevraagd advies uitbrengen ten aanzien van beleidsaangelegenheden en ontwerpwetten. Voordat die uiteindelijk worden goedgekeurd. Ik voel me goed. Het is een eer en genoegen om nu mijn bijdrage te mogen leveren als lid van de staatsraad. Nou, de staatsraad is een heel belangrijk orgaan binnen het staatsbestel om de president te adviseren over wetsvoorstellen, overeenkomsten met andere naties, oftewel overige staatsbesluiten. Maar hoe belangrijk is eigenlijk de staatsraad binnen het staatsbestel? De staatsraad is heel belangrijk. De president heeft net benadrukt, maar zoals ook in onze grondwet en wet of staatsraad is aangegeven, is eigenlijk onze belangrijke adviserende orgaan naar de president in de uitoefening van zijn ambt als staatshoofd. Maar daarnaast ook voor adviezen, beleidsaangelegenheden betreffende aan de regering. En natuurlijk wat algemeen bekend is, dat van de wetsproducten voordat ze naar DNA gaan, worden dat beoordeeld door de staatsraad. De president heeft net ook benadrukt dat hij veel meer taken en bevoegdheden niet buiten wat is aangegeven, maar daarbinnen zal toevertrouwen aan de staatsraad. En dat wat de adviezen betreft van de staatsraad voor hem heel belangrijk zijn. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de collectieve vakbeweging, politieke partijen vertegenwoordigen in het hoogste college van staat en ook van de gezamenlijke werkgeversorganisaties. Wij kunnen zeggen dat wanneer de adviezen uitgebracht worden door de individuen die de staatsraad vertegenwoordigen, dat het breed gedragen wordt. Ja, wij gaan natuurlijk er naartoe werken dat het een consensusadvies wordt. Dat hopen we en dat zal natuurlijk ook bewerkstelligd worden door de voorzitter. Dat is zoals ik de president ken, zo zal er gewerkt worden. Maar er is ook nog aangegeven dat als er toch blijkt dat er iemand is of een lid is die een andere advies heeft of een andere mening is toegedaan, die zal dan ook als zodanig verwoord worden en zal worden meegenomen in advisering vanuit de staatsraad naar de president.